Ik zou je het liefste in een doosje willen doen en je bewaren. Zo, hallo. Ik ben Wim van den Driessen en ik speel in de musical Was getekend Annie M.G. Schmid, zowel de vader van Annie, de dominee, als haar echtgenoot Dick van Duinen. Ik heb de opdracht gekregen om dit doosje te openen en de 10 vragen die hierin zitten te beopenen. Ik ben benieuwd. Wat is jouw motto? Leef in het nu. Wat is de uitdaging in je rol? Ik heb 2 rollen. De vader, ik probeer hem toch iets gereserveerder te spelen dan een hedendaags mens. De 2e rol, Dick van Duin, om iedere keer als we de voorstelling spelen het hele verhaal opnieuw te beleven. Alsof het allemaal voor de eerste keer is. Welke scène vind je het leukste van de musical? Ik hoef alleen maar even zo te doen. Een duet tussen de jongen en de volwassen Annie vind ik het leukste. Omdat je dan ook voelt dat die hele zaal daarin meegaat. Wie of wat is jouw inspiratiebron? Al jaren noem ik altijd voor de voorstelling, vlak voor ik opga, 2 namen van 2 acteurs of 2 zangers. In deze productie is dat heel vaak de zanger Tito Gobbi, een operazanger. En Michael Gambon, een acteur. Wat is jouw ultieme droom? Ik leef mijn droom al een beetje, maar dat is wel heel cheesy. Ik heb geen ultieme droom. Ik laat het allemaal maar op me afkomen. We zien wel. Als je morgen wakker zou worden en je had 1 nieuwe kwaliteit, wat zou dat dan zijn? Goeie vraag. Dat je makkelijker met de andere mensen om kunt gaan. Hoe is het om 2 rollen te spelen? Heel fijn om 2 rollen te spelen en dat een rol bestaat door het feit dat ik de tekst ervan zeg. Wat maakt jou boos? Als er iets is wat me boos maakt, zal het toch iedere vorm van onrecht zijn. Ja. Wanneer had je voor het laatst de slappe lach? De slappe lach vind ik al behoorlijk lachen. Hè? Lachen dat je blijft lachen. Oh, weet ik helemaal niet. Wie zou jij het liefst in een doosje willen doen? Nou, dat zou mijn man zijn. Ik zou hem ook af en toe eens uithalen hoor. Maar dat hoeft u niet te weten. Zo, dat waren dus de 10 vragen voor mij uit het doosje. Ik vond het heel leuk. Ik merk dat ik nogal ernstig antwoord geef, maar dat is de aard van het beestje. De 10 vragen gaan terug in dit prachtig doosje. Doosje dicht. Einde verhaal.